Wij gaan vandaag starten met 7 teams. Dat is in een maand hebben we die bij elkaar gespijkerd met chefs en scholen. Het was heel moeilijk voor iedereen omdat de scholen net begonnen en iedereen het druk had. Maar het is gelukt. Bijna alle teams hebben 2 gerechtjes gemaakt. Het idee is dat de gerechtjes op een gegeven moment in de horeca terechtkomen. Of bij de agri-supermarkt en de landwinkels in Zeeland. We gaan even rond met Nina, die gaat vertellen wat wij vanmiddag gaan doen, maar dat moeten we ook aan de kinderen laten weten. Ik ga zo meteen eventjes uitleggen wat de teams kunnen doen en wat hier eigenlijk de bedoeling is, dus loop maar eventjes mee. Dames en heren, ik ga eventjes de teams uitleggen wat wij gaan doen. Jullie hebben allemaal van mij een nummer gekregen. Dat nummer, dat ziet de jury alleen. Jullie weten welk nummer dat is, maar zij zullen geen namen zien als ze hun gerechtje voor zich krijgen. Dat gaan ze natuurlijk proeven en dat gaan ze beoordelen. En als ze daarmee klaar zijn, dan komen ze aan het eind komen ze dan met een uitslag van welk nummer heeft gewonnen. Jullie weten natuurlijk wel wat jullie nummer is, want ik heb jullie gevraagd wat jullie lievelingsnummer is. Niet schreeuwen, niet zeggen. Geheim houden, ja. En dan bij de prijsuitreiking zullen jullie allemaal dus een nummer horen en dan weet je of je gewonnen hebt of niet. Wat er hier ondertussen gaat gebeuren, want het duurt wel eventjes voordat alle juryleden alle hapjes geproefd hebben. Wij gaan hele gekke foto's maken bij ons greenscreen. En jullie krijgen hier nog eventjes uitleg over de hapjes en de dingetjes. We gaan eventjes ook bij elkaar rondkijken wat we hebben gedaan. Ja, ondertussen kunnen we live... Grapje... meekijken met het platform. En dan denk ik dat jullie er wel klaar voor zijn. Wie niet? Zijn jullie er klaar voor? Ja! Heel goed allemaal. Daar achterin, Rabobank, jullie zijn er niet klaar voor? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Jee, heel goed. Nou, allemaal heel veel succes. Zeggen? Yes? Ja, wil jij wat zeggen? Nee. Kijk jongens, nou, welk groepje heb ik hier voor om? Kinderkooktuin. Kinderkooktuin, waar komen jullie vandaan? Zierikzee. Zierikzee. Hoe lang is dat reis als ik vraag nog? Dat weet ik niet. Klein paar minuutjes. Nou. Nee, niet klein. Nee? Dat duurt het nog wel lang? Duurtje denk ik. Oh, oh, oh. Maar we zijn er nu en wat gaan we nu vanaf vanmiddag allemaal doen dan? Winnen. Ja, dat hoorde ik ook al bij het andere team. Maar hoe gaan jullie dat doen dan? Wat hebben jullie wat hebben jullie gecreëerd? Twee gerechtjes, sushi en een boot. Ja. En kapitein Knopcakes. Zou je het even kunnen aanwijzen? Wat? Ja, dit is een sushi in een boot. Ja. En als je in een restaurant dit bestelt, als we winnen, dan krijg je alleen een boot met rijst erin. En dan staan er allemaal alle andere bakjes met groentes en fruit. En die kan je dan zelf in de boot doen. Nou, dat heb je heel erg creatief bedacht. Ja. En hebben jullie dat met z'n allen zelf bedacht? Ja. Kijk, en hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, we hebben 2 middagen gekookt. Ja. Zo'n beetje. We hebben eerst een middag gekookt. Hebben verschillende gerechtjes uitgeprobeerd. Hè, welke dat we dachten, nou, die zou het beste hier gepresenteerd kunnen worden. Ja. En daar hebben we toen een keuze uitgemaakt. Hebben we er 2 uitgekozen, deze. En toen hebben we de volgende middag die gerechtjes, nou ja, een beetje de receptuur verfijnd. Ja, ja, precies. En dat resulteert uiteindelijk in een prachtig mooi bootje, of ja, niet? Ja, precies. Ja, nou ja, het idee hierachter is dat het een creatief Zeeuws kindermenu is. Dus nou, dat is het zeker. Ja, ja, nee, precies. Maar de kinderen die in een restaurant bijvoorbeeld dit menu zouden bestellen, dus een sushi in een boot, die krijgen het niet zo gepresenteerd, nee. Maar ze krijgen 2 bootjes. In de ene zit rijst en in de andere zitten de groenten, de omelet, een stuk zeewier. En ze gaan dan zelf aan de slag. En het idee erachter is dat kinderen eigenlijk altijd willen weten wat er in een gerecht zit. En ze ook beter eten als ze zelf meegewerkt hebben aan de bereiding van een gerecht. En ze zijn lekker bezig. Ja, en jongens, vinden jullie dit nou ook lekker dan een bordje met friet en een lekker stukje vlees erbij? Ja. Ja. Maar waarom dan? Weet je dat zo? Nou, omdat dit is gewoon anders, zeg maar. Want normaal krijg je altijd friet en kip nuggets of zo, maar dit is gewoon heel anders. Dat andere is een beetje standaard en dit zorgt er wel voor dat het leuker wordt. Ja. Nou ja, jongens, ik wens jullie heel veel succes vanmiddag. Ja, dankjewel.
En hopelijk gaat dit erbij dan toch wel mee. Nou, bedankt jongens. Nou, dat zorgt ervoor dat we nu al twee groepjes gezien hebben. Laten we even doorgaan naar het volgende groepje. Natuurlijk iedereen druk bezig. Hé jongens, gaat ie goed? Ja, wat zijn jullie aan het doen? Aan het eten. Ja, wat ben je aan het eten dan? Aardappeltjes van de grill. Aardappeltjes van de grill, zijn ze lekker? Ja. Maar is dit het gerecht dat jullie gecreëerd hebben voor deze wedstrijd? Jullie zijn nog aan het kijken. Ja, zeg. Maar hebben jullie al iets gemaakt dan? Nee. Nee? En wanneer denken jullie dan een nieuw gerechtje te ontworpen te hebben? Over een jaar. Huh? Over een jaar? Kijk, dat is een heel operationeel mooi plan. Een zilverjaar. Maar wat komen jullie vandaag doen? Alleen even een kijkje nemen? Ja. En voor welke groep zijn jullie dan uiteindelijk? Team Rabo. Team Rabo. Team Rabo is nu net nieuw bij dit project betrokken. Denk ik. Ja. Ah ja, jongens, ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag. Kijk je ogen uit en laten we hopen dat de volgende keer jullie hier ook staan met een gerechtje. Nou, dames en heren, dit was Team Rabo. Gaan we even op zoek naar een volgend team. Kijken of we daar een nieuw gerechtje kunnen vinden. Kijk. Zo. Ja, dankjewel. Hoi. Van welk team zijn jullie? Wij zijn van het Food Lab uit Schalden. Ja. En wat komen jullie vandaag doen? Wij komen een gerecht maken voor het gezonde kindermenu. Mag ik vragen welk gerecht het uiteindelijk is geworden? We zijn daar zo bezig. Kun je wat laten zien? Ja maar. De camera loopt met ons mee. We hebben een... We krijgen net te horen dat de camera niet veel verder komt. Zullen we anders even een schaaltje pakken en even laten zien dichter bij de camera? Ja. Dat gaan we ook doen. Kijk eens. Welke ingrediënten zitten uiteindelijk in dit concept? We hebben een pompoen kroketje met een zoete aardappelchips, zoetzure groenten en kwakkemolen. En kwakkemolen, nou lekker. Het ziet er goed uit. Gelukkig. Ja, dat mag er zeker zijn. Maar vind je dit lekker ook? Ja, ik vind het zeker lekker. En vind je ook dat het belangrijk is uiteindelijk dat dadelijk gezondere producten uiteindelijk ook op kindermenu's komen? Ja, zeker. Dit is ook vegetarisch, want we willen natuurlijk minder vlees gaan eten in de toekomst. Heb je zo al innoverend meegedacht? Ja. Maar is dit ook, ja, hoezo is het eigenlijk nou echt belangrijk dat we dan minder vlees gaan eten? Ja, het is voor het milieu ook beter. Voor de dieren, dat het dierenleed minder gaat worden. En dat is... Zo denkt iedereen hierover of is het ook dat, gewoon... Dat zou ik niet weten, maar onze school denkt daar vooral heel erg aan. Oké. En zodoende hopen jullie vandaag de wens binnen te strijken. Zeker. Ah, mooi. Dankjewel voor het laten tonen van jullie gerechtje. Wat zeg je? De jongens. Kijk jongens. Welke groep hebben we hier nu voor ons? Prinsessen en... Oké, waar komen jullie vandaan? Van Middelburg. En dit is eigenlijk waar we op school zitten. Oh, kijk, thuisbasis. Ja. En wat hebben jullie gecreëerd om hier uiteindelijk de winst gewoon op het eigen thuisbasis, op het thuisfront te houden? Je gerechtje. We zijn hier gewoon... aan een kijkje aan het nemen in de keuken. Het is smurfenbrood en snijbiet. Mm-hmm. En in het kleine glaasje zitten bonen met ui. En dat heet bonensprit. En dit is super gezond hoor. Dus. Ja, het smaakt niet naar bonen. Nee, het is wel echt heel lekker. Ja. Maar als wat voor een soort gerechtje wordt dit dan dadelijk geserveerd in een restaurant? Mocht het uiteindelijk als winnaar uitkomen? Wordt het dan als voorgerecht, een hoofdgerecht? Nou, het is gedaan op het sprookje Jaap en de bonusstaak. Dus daarom vandaar ook bonen dat het erin zit. En zo. Ja, en ik denk als... Of als klein amuse of als voorgerecht. Dus Als dessert ook natuurlijk. Ja, dat is ook kan. Of gewoon als broodplak. Dat is ook lekker. Zou ook leuk zijn. En hoe lang zijn jullie bezig geweest om dit te bedenken? Of hoe zijn jullie bezig geweest om dit uiteindelijk te creëren? De woensdag zijn we dit dan gaan snijden uit biotuin.
En, je mag me alles vertellen, ik weet nog niet heel veel. Ja, en woensdag zijn we dat gaan doen en dan hebben we dat... dit hebben we ook zelf gemaakt. En de bonuspret ook. Dus eigenlijk heel de week zijn we er wel mee bezig geweest. Want jullie ook bepaalde lessen hier op school waarin jullie kookkunstjes ontwikkeld mogen worden? Ja, wij doen nu 6 uur in de week koken. En dat doen we 4 uur op woensdag en 2 uur op dinsdag doen we dat. En dan hebben we bakkerij, restaurant, keuken. We hebben eigenlijk echt van alles. En zit dat zelf hier al in het lesmateriaal of hebben jullie hiervoor gekozen? Oh nee, dit is waar hier hebben we voor gekozen. Maar je kan ook bijvoorbeeld art, sport of techniek kiezen. Dus nu heb je gewoon van alles wat om koken. En koken, dat bevalt jullie allemaal wel? Ja, ja, ik vind het zelf heel leuk om te doen. Ja. Ja. Willen jullie later ook iets gaan doen misschien als beroep zijnde? Ja, dat weten we. Dat weten we nog niet. Dat is nog eventjes iets wat ondervonden moet worden. Ja. Maar laten we dan hopen dat het vandaag in ieder geval al heel goed uit gaat pakken door eventueel hier te gaan winnen. Ja. Nou, bedankt voor jullie verhaal. Hey, gaat het nog steeds goed? Ja. Ja, al nieuwe updatejes gehad hier vandaag? Ja. Wat zijn jullie nu aan het doen? Zijn jullie gewoon lekker aan het rondkijken? Ja, een beetje rondkijken bij andere gerechtjes, wat die hebben. En wat vind je van de andere gerechtjes als je zo rondkijkt? Mooi. Ik vind het wel mooi. Ik vind mooi, ze zien er wel lekker uit. Dan die van ons. Maar kijk, die van ons ziet er ook. Nou, helemaal goed jongens. Ja. Kijk, komen we bij het volgende groepje aan. Met welk groepje, vanuit welke zijn jullie hier? Van de Spietjes Hemel. Uit? Zierikzee. Kijk. En wat hebben jullie vandaag voor ons gemaakt of voor de kijkers gemaakt? Een rapje. En het is met gerookte kip, komkommer en tomaat. En we hebben eerst de rap besmeerd met bieslook crème fraîche. Met een beetje citroenschap, peper en zout. En we hebben de kip gemarineerd in een ketchup mayonaise. En dat is het eigenlijk. Kijk, nou, een redelijke omschrijving. En als wat voor een soort gerecht dient het? Een hoofdgerecht, een voorgerecht? Een voorgerechtje. Ja? Ja. Het is gewoon koud gesfeerd natuurlijk. Ja. Ja. En, maar is het ook veel gezonder dan, dat lijkt het dan wel, ja, het is veel gezonder dan gewoon wat normale kinderen eten. Maar is het ook lekker? Ja, ik vind het wel heel erg lekker, ja. Waarom vind je het veel lekker? Nou, dit is geen frikandel en zo. Maar als je dan een keer toch naar een restaurant gaat, dan is het toch juist lekker om een keer wat lekkers te eten. Als het dan ongezond is, maakt het toch niet veel uit? Of? Ja, ik vind het wel. Want je hebt sowieso door de week altijd de kans om friet en frikandellen te eten. En als je een keer uit eten gaat, dan zou ik wel wat anders dan dat eten. En waar hebben jullie opgelet bij het creëren van dit gerechtje? Op de aankleding of om gewoon het zo gezond mogelijk te maken? Ja, we moesten op alles letten. Ook moest binnen de schijf van 5. En ook gewoon op de aankleding natuurlijk. Want het moet ook wel een beetje mooi zijn natuurlijk. Maar vind je het ook een leuk project? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ja. Maar dit is de kick-off. Dit is de eerste keer dat we een gerechtje maken. Wellicht dat er in de toekomst nog meerdere gerechtjes worden gemaakt. Heb je dan nog steeds de interesse om dit project te volgen? Ja, ik denk het wel. En hoe geldt dat voor jou? Ja, het lijkt me wel leuk. Ja. Maar waarom vind je het leuk dan? Nou, dan ben je ook bezig met eten en dan is het nu echt real. Ja. Voeding is een belangrijk ding. Ja. Ja, nou dames, bedankt en laten we hopen dat jullie een goede kans maken om uiteindelijk met de winst hier vandoor te gaan. Ja, dankjewel. Hoi. Volgens mij hebben we nu ondertussen bijna... Nou, we hebben zo goed als zeker nu alle groepjes even langsgelopen. We hebben even gekeken wat ze uiteindelijk gecreëerd hebben en gemaakt hebben. Nou, als ik het zelf mag zeggen, vind ik het er heel goed uitzien. Het is afwachten wat er nu uiteindelijk de jury van gaat vinden. En laten we hopen dat we over een paar minuten al een betere indicatie hebben van welk gerecht je aan kop loopt. Welk cijfer zullen we doen? 3? Oké, doen we 3. Waar is het?
een soort cracker of zo? Oh, pizza. Pizza. Lieve tomaat. Het is lekker krokant voor me. Ja, een soort soufflé of zo. Zeker. Ik schrijf gewoon een paar van jullie opmerkingen op. En ik heb het idee dat het, is het nou gegratineerd? Ja, maar niet echt. Niet echt hoor. Het is volgens mij niet warm geweest. Het is gewoon koud. Je hebt geen warmtebereiding gehad, hè? Nee. Nee, het ziet er niet zo uit. Die tomaten ziet er wel gebakken uit. Ja, misschien was die vooraf gebakken. Kijk maar, zou kunnen. Daar moet je best wel wat tijd in gaan zitten in deze. Een kleine hapje. Het is wel... Wat leuke, leuke Zeeuwse dingetjes is dat? Nee, mooie Zeeuwse blaadjes op. Ik ruik het nu al. Wat is er als ik ruik? Je ruikt het hier dat het goed ruikt. Ik kan het niet in één keer in mijn mond doen hoor. Ik wil mijn mond open gaan. Ja, gewoon open en het schuiven die handen. Net als een bibek. Je mond uit zo. Foto. Film. Even zoomen om die mond. Zo. Oké. Lekker normaal. Het is bij oud. Gelukkig. Oh, dat lukt dus echt niet. Wat vinden jullie van de smaak? Het is zout. Ja, zout. Ja. Overal. Ja. Yes, dames en heren. Nou nemen we even een kijkje bij de jury. Die zijn druk aan het proeven. Kritische blikken uiteindelijk. Nou, laten we even kijken wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Allicht dat we nog even een vraagje kunnen stellen. Ja, ik wil maar leven. Zou ik wat mogen vragen? Mevrouw, zou ik wat mogen vragen? Kijk, top. Helemaal goed. Mondje even schoon. Nou, de gerechtjes zijn nu al ondertussen zijn jullie al druk aan het proeven. We zijn druk aan het jureren inderdaad. Zijn ze lekker? Ja, ze zijn zeker lekker. Heel gevarieerd ook. En waar let je nu eigenlijk op dan nu? Nou, we proeven sowieso de gerechten, dus we kijken heel erg naar de smaak. We kijken hoe het gerechtje eruit ziet, hoe het gepresenteerd wordt. En we letten ook op of er niet te veel zout gebruikt is of juist te veel suiker. Of de balans in het gerecht ook goed is. Dat is echt het belangrijkste, dat het eigenlijk echt heel gezond wordt. Ja, precies. Maar ja, zit daar ook nog een bepaald soort verschil, hoe gezonder hoe beter, of is dat niet het geval? Nou nee, we jureren niet op gezondheid. In principe zijn alle gerechtjes op gezondheid gebaseerd, dus dat was ook de opdracht. Dus we gaan er wel vanuit dat alles in balans is. Oké, ja, en als ik keek nou een beetje rond, het is voornamelijk het doel dat het dan koude gerechten zijn, of mag het ook warm zijn? Dat is om het even, dat maakt niet uit. En het dient ook gewoon qua dessert zelf, maakt ook niet uit of het een hoofdgerecht is of een voorgerecht of zo. Dat maakt ook niet uit. Dat zit er Er wordt wel naar gekeken dat het wel iets moet zijn wat eenvoudig te bereiden is, dus dat in een productiekeuken gemaakt en gebruikt kan worden. Maar ik zag ook dat er sommige gerechtjes heel mooi geserveerd waren, maar ook niet echt heel groot. Is dat dan... Ja, hoe wordt dat verder dan aangekleed als het in een restaurant zou komen? Wordt daar ook op gelet? Daar letten we inderdaad ook wel op, dat het verveelvuldigbaar moet kunnen zijn. Maar dat is bij de meeste gerechtjes tot nog toe wel het geval ook. Nou, mooi. Druk bezig. Hoeveel groepjes hebben jullie ondertussen nu al? We hebben nu 4 gerechten beoordeeld. Er is nog een aantal te gaan. Ik sluit gauw weer aan. Ik vind het helemaal goed, ik ga je niet langer ophouden. Ja. Kijk, zoals we horen, de jury druk bezig. Enkele gerechtjes moeten nog geproefd worden. Ja, in de loop van de komende tijd krijgen we dan te horen van welk gerechtje uiteindelijk het lekkerst is. En ja, horen we dadelijk het allemaal in de uitslag. Bestellen niet, maar vindt het wel lekker smaken. Ja, ik zou het wel opeten.
Ik zou deze qua smaak wel een 5 durven geven. Ik ook. Ja. De lekkerste tot nu toe vind ik, hè. Maar ja, goed, we hebben ook deze dames, hè. Ja. Doe je? Het is ook goed klaargemaakt allemaal. Ja. Het had lekker weg, maar ik weet nog niet wat erin zat. Nee. Het is mij ook niet helemaal duidelijk, maar het is wel lekker. Of aardappel. Zeker. Ik dacht dat ik truffel proefde of zo. Er zat er appel in. Ja, dat dacht ik. Ja? Dit is truffel hier, die mayonaise. Ja, oké. Zullen we 5 doen? Ja, ik vind het echt lekker. Maar wij gaan het wel. Dan gaan we naar het seizoen. Is het seizoen? Is het regionaal? Ik vind het altijd moeilijk voor wij je nou op toe te snoren. Ja, bieten en groeien tot in Zeeland. We hebben een zeekraal. Er zit een zeekraaltje op. We hebben een Zeeuwse bieten. Als je het vulling doet, 3-4. Dan kun je een mooie Zeeuwse rest van maken. Ja. Ik zou het niet doen. We doen een 4. Dat hebben we nog niet. Seizoen. Nee, daar hadden we het net. Oh ja, seizoen. Ja, je doet een pakje tellen. Ja, maar ik vind het dan... Ja, met die zeekraal is het wel... Het seizoen is kwetsbaar, hè. Als je dan zeekraal... Nu kan nog net, hè. Dat is september. Maar ja, dit september is voorbij, hè. Dat is al oktober. Dus... Ja, dat is al klaar. Ja, het is eigenlijk al aflopende zaak. Ik weet niet of het überhaupt hier vandaan komt, maar... Ik denk dat het gewoon kres is. Zeekraal kres. Ja, dat is iets lager dan. Ja. Zout-suiker, balans. Prima, in balans volgens mij. 5 wel hoor. Heerlijk, heerlijke smaak. Ja, is goed spul. Maar vonden jullie het ook een beetje te eten? Ik heb het net al even op de camera uitgelegd. Dus op de camera hoef ik het niet meer te doen. Vandaag is onze website open gegaan. Die zie je hier. De live-uitzending is op de website. De website is yummyyummy-lekkerzeeuws.nl. De website is eigenlijk een ontmoetingsplek voor jullie allemaal, waar jullie, als jullie iets met eten willen delen, met gezond lekker eten, heb je een nieuw recept, heb je een vraag, kan je allemaal daar plaatsen, zodat anderen dat zien en anderen kunnen daarop reageren. Of als je een vraag hebt specifiek over een recept, kun je kijken of een kok daar antwoord op geeft. En liefst zoveel mogelijk met plaatjes of filmpjes met je iPhone opgenomen. En we geven ook voor iedereen die dat wil, een vloglessen, dus dat je kunt leren vloggen, zodat je zelf je filmpjes kunt maken. Nou, die stuur je allemaal naar... Ah, er is een vraag. Okay. Ik heb geen telefoon. Heb jij geen telefoon? Nee. En jouw papa, heeft hij een telefoon? Of mama? Mama wel. Nou, dan moet zeg je gewoon lenen. Heel lief tegen mama, mag ik even jouw telefoon lenen? Dat zou ik tenminste doen. Ja? Zijn er nog meer vragen? Ja, daar is nog een vraag. Oh. Andere vragen? Dus het is heel belangrijk, kijk op die website. En heb je iets, stuur het op, laat het weten. Als er hele leuke dingen zijn, komen we misschien langs met de camera. Dan moeten we even kijken, als er iets heel leuks is. Is er een evenement dat je zegt van, nou wij gaan een uitdaging aan. Wij gaan op zaterdag voor een... Voor het bejaardentehuis gaan wij voor de bewoners daar een lekker gezond recept bedenken en maken. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan gaan we dat plaatsen. Dan komen mensen misschien kijken. Als je het dan nog opneemt, dan kun je het filmpje ook plaatsen op de website. Dus allemaal dit soort dingen. Ja. Nou, en wat Marjan zei, voor degene die de teams die vlogs inleveren, daar maken we gewoon een YouTube-kanaal voor. Die allemaal beginnen met Yummy Yummy. En dan de naam van de school of van het bedrijf of wat dan ook daarachter. En dan heb je je eigen kanaaltje. En daar komen dan die filmpjes ook op te staan. Die komen op de website, maar ook op de kanaal. 2 denk ik. 2. Ik vind die 2 wel mooi. Zout-suiker is een beetje zoeken. Nee hoor. Ik vind de verhouding zout-suiker echt niet best. Zout-suiker is een beetje zoeken. Het is klaar. Minder lekker. Dit is wel een hele mooie jongens, vind ik. Hoe ziet dat eruit? Lekker. Leuk hè? Ja, ik vind de presentatie goed. De presentatie is goed. Maar dit is toch voor kinderen of niet? Maar voor kinderen zou dit... Vind je dat niet leuk dan als je dat een mooi bordje krijgt? Zou je dit mooi vinden of niet? Ja, ik zou het wel leuk vinden. Het gaat ook om jullie, hè? Dus als je zit in de restaurant, dan krijg je dit bordje. Denk je dan? Nee, denk je dat ik het niet.
Ik weet niet hoeveel er nog moet. Wel mooi. Welk cijfer kunnen we geven? Ik hoorde vier. Bij vermaak. Dit is echt van je zoen. Ik denk niet dat hij gefrituurd is. Dames zijn echt heel tevreden. Ja, dat is ook het probleem. En ik denk dat het een moeder is. Seizoen? Is het nou ook al een heel jaar? Avocado. Guacamole. Zeeuwse regio. Nee. Pompoen, die kan je wel uit Zeeuwse regio. Natuurlijk, maar avocado niet zo. Ja, dit is wel. Dat seizoen is of de regio, ja. Ik denk het niet. Ik proef niet echt veel zout. Ja, zout door de pompoen. Is het in balans of vind je te zoet? Te zout? Nee, ik vind het gewoon iets beetje zout. Ja, een beetje zout. En wat voor cijfer gaan we dat dan geven? 3,5. Een 3, dat is goed. Seizoen. Ja, herfst. Ja, herfst. Ja, herfst. Ja, herfst. Ja, sushi en bam. Je krijgt een mooie houten plank. Maar de bedoeling is dat we sojasaus erbij proberen. Maar ze moeten het lekker maken. Ja, dat moet ze erbij. Oh, waarom moet je dat? Dus willen we het dan even opnieuw proeven? Nou ja, we hebben wat zout. Dit is inmiddels. Ja. Dit is dan wel mee. Ja. Smaakniveau gaat omhoog. Daarom dacht ik, nou, ik breng het nog even terug. Maar dan hebben we wel een eerlijk oordeel. Hier ook. Sluit hoe de smaak gaat zijn. Het is levensgevaarlijk. Maar ik zou eigenlijk willen vragen aan een van jullie. Willen jullie er een beetje saus overheen? En dan gaan we het proeven. Maar ik wil het even laten. Komt hij aanvaren? Hoor. Je hebt nog een beetje granalen erbij. En een beetje, zeewier doorheen in snipperen. Ruikt, hè? Dat is heel hoog. Anders is de zout zoet doen in hier in de ja, wat is dit met het ruiken over? Ja, maar je vindt het wel? Ik denk dat het genoeg is. Die promo van de video van de uitzending zelf. Milan, je hebt al op. En dat verhaal met die wethouder is dat dadelijk al. Dat komt dadelijk. Ja.
Ga zitten hoor. Ja, bijna wel. Ja. Die zijn allemaal... Niet zo'n boef, hè? Ik wil even graag hebben, alsjeblieft, meiden. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kunnen wij de eindconclusie trekken? Ik heb de jassen daar op de bus toch gaan, hè? Ja, ja. Oh ja, nou, ik even pakken. Ja? Super bedankt, meiden. Ja. Wel inkopen, hè, in je schoorlijn. Vooral jij, Nelly. Ik wil het zeggen, joh. Ja, zijn we klaar? Piet. Hallo jongens en meiden. Mijn naam is Johannes de Bat van de provincie Zeeland en ik vind het erg leuk om op deze manier toch even bij jullie te kunnen zijn. Jullie zijn bezig met het samenstellen van een menu met gezond eten en we weten allemaal dat dat heel erg belangrijk is. Natuurlijk, frietjes zijn ook lekker, maar gezond voedsel, dat is ook echt yummy yummy. En daarom ben ik blij dat jullie daarmee aan de slag gaan, dat jullie een menu samenstellen en dat straks andere kinderen ook van dat menu kunnen gaan genieten. De prijs hierna gaat zo meteen bekendgemaakt worden door Wilfred van Elzakker van de Agrimarkt. Ja, jongens en meisjes. Op de eerste plaats wil ik jullie van harte feliciteren met de mooie gerechtjes die jullie allemaal gemaakt hebben. Want de tijd was kort. We hadden heel korte tijd om voor te bereiden. En dat hebben jullie heel goed gedaan. We hebben als jury gekeken of het allemaal lekker is. Of jullie het heel mooi op een bordje hebben gelegd. Of het uit de regio komt. Van zijn er streekproducten? Is er gebruik gemaakt van streekproducten? En ziet het er allemaal lekker uit? En ik vind dat jullie zo goed je best hebben gedaan dat jullie eigenlijk allemaal een applaus verdienen. Maar zoals altijd kan niet iedereen winnen. Dus we hebben geproefd en we hebben gekeken en beoordeeld en erover gesproken. En we hebben twee gerechten die gewonnen hebben. Het ene gerecht is de beste in smaak geweest en de andere was het mooiste gerecht. En ik ga nu bekendmaken wie dat is geworden. Nou, het is nog even spannend, maar het mooiste gerecht, ja, het mooiste gerecht, dat was gerechtje nummer 3. Wie heeft nummer 3 gemaakt? Dat team. Dat... Pontus Pieter Zeeman. Kijk eens aan. En nu gaat Wies jullie de prijs uitreiken. Een mooie bokaal.
Gefeliciteerd jullie allemaal. Heel goed gedaan. Jij ook gefeliciteerd, hè? Wil jij nog even vertellen wat het precies was? Een wrap. Ja, dat was een wrap en die was heel mooi opgemaakt en die was gevuld met? Met kip en groenten. Met verse kip en heerlijke knapperige groenten. En dat vonden wij zo geweldig, dat jullie, omdat het ook zo mooi was, dat jullie deze prijs hebben gewonnen. Jullie ook. En veel succes, hè? Oké. Ja, en dan gaan we nu... Ja, nog even applaus. En dan gaan we nu naar het gerechtje wat het lekkerste was. Nou, alle gerechten waren lekker. Dat zeker. Dus niemand heeft een gerechtje gemaakt. Het was allemaal hartstikke lekker. Maar er was er één die er echt bovenuit stak. En dat was gerechtje nummer 15. Wie is nummer 15? De radarschool. Dat was de biet. Met de bietjes. Ja! Ja! Het is een gerechtje. En ik stond er echt van te kijken. We stonden er echt van te kijken. Hoe mooi jullie het gemaakt hadden en hoe lekker het was. Want het is helemaal niet makkelijk om een bietje echt lekker op smaak te krijgen. Dus die was precies goed gekookt. En ik dacht iets te proeven van een soort grill of barbecue. Klopt dat? Ja? Nou, dat hebben jullie echt geweldig gedaan. Want dan krijg je echt een hele mooie smaak. Hè? En ook van binnen. Waar was het mee gevuld? Met aardappel, ja. Salade en met spek. En dat was zeeuwspek? Ja. Zeeuwspek. Dus ook regioproduct scoorde heel erg hoog. Dus ik wil jullie van harte feliciteren met deze mooie prijs. En wie gaat hem aan jullie uitreiken? Geweldig gedaan. Nou, en de bedoeling is dat dit gerechtje ook straks in de winkel te koop is. En ook in restaurants. Dus ik ga nu kijken, samen met nog een heleboel andere mensen, van hoe we dat zouden kunnen gaan doen. Dus het kan misschien best zijn dat je over een tijdje jullie product in de winkel ziet. Nou, nogmaals gefeliciteerd. En nu geef ik het woord aan Marianne. Want we hebben nog een prijs. Let op, we hebben nog één prijs. En dat gaat Marianne nu bekendmaken. Alsjeblieft, Marianne. Ja. Oké, jongens en jullie begeleiders. We hebben maar heel korte tijd gehad om aan jullie gerechtjes te werken. Of jullie hebben maar heel korte tijd gehad. En we vinden het eigenlijk zo super leuk dat we al zoveel teams hebben die zo de best hebben gedaan. En misschien moeten we nog een beetje kijken naar de gerechtjes die nu ingeleverd zijn. Met nog een beetje verbetering of die ook naar de winkels kunnen. Maar we hebben voor alle teams een prachtige prijs ter stimulering van alle volgende gerechtjes die jullie gaan maken. Je kunt ze hier bij mij afkomen halen. Team voor team. Hier in de pit. Hoera. En dan nog even over het vervolg. We denken dat we in november graag iets willen doen, misschien met stampotjes of iets wat echt bij de herfst hoort. En daarna komt de competitie voor een kerstmenu. Dus dat wordt helemaal bijzonder leuk. Heel erg hartelijk dank. Ik hoop dat jullie allemaal op de website gaan vloggen en bloggen en filmpjes maken van je opa en je oma en thuis koken. Dank jullie wel en goede terugreis. En kom je prijs halen. Hey jongens, jullie zeiden het al. Kan ik?
Je hebt gewonnen. Ja, kijk. Zei je het toch? Ja, je hebt het allemaal gezegd. Nou, van harte gefeliciteerd, jongens. Dank u wel. Wat gaat er nou door jullie heen dan? Hey. Blijdschap. Blijdschap? Ja. Alleen blijdschap of? Ja, heel veel blijdschap. Even een vreugde, jongens. Kom op, jongens. Even. 1, 2, 3. Yeah! Wij hebben gewonnen. Kijk. Nou, jongens. Misschien dat jullie gerechtje wel in een restaurant komt nu. Ja. Dat is toch super gaaf, of niet? Best wel. Ik hoop dat andere mensen ons gerechtje ook lekker vinden in plaats van de jury. Dat laten we ook hopen dan, jongens. Zwaaien we nog even één keer met z'n allen naar de camera, jongens. Kijk. En dan tot de volgende keer. Hebben jullie al ideeën voor het volgende gerechtje? Nee. Wanneer gaan jullie bij elkaar zitten om dat bij elkaar, even met elkaar te overleggen en te bedenken? Of alleen Kees. Wat zei je? Of alleen Kees. Ja, of alleen Kees. Ja, nou goed. In november mogen jullie alweer. Over een maandje staan we er alweer aan. Ja. Komt goed toch? Ja. Heel veel succes. Wel dezelfde plek. Nou, dan gaan we wel vanuit. Opnieuw nummer 1 dus. Ja. Nou. Ja. Sterretje erbij. Kom maar. Jongens, bedankt hè. Wat is het gerechtje? Ja. Wat gaat er door jullie heen nu? Nou, we zijn heel blij natuurlijk. Ook best wel trots schoon op ons alle drie. Ja. Hij zag er ook heel goed uit natuurlijk. Ja, en onze mentor is ook super trots op ons. Ja. We hadden natuurlijk wel concurrenten, dus we dachten van ja. Ja. Maar uiteindelijk hebben jullie hem binnen weten. Ja, zouden jullie even één keer de award een beetje dichter bij de camera kunnen houden, dat we hem goed hebben? Kijk, dan had ik nog een vraagje. Het gerucht ging dat we binnenkort weer een nieuw gerecht gaan maken. Ja, dat doen we mee natuurlijk. Ja. Kijk, al, weer winnen. Al dingen in de gedachte van wat gaan we nou volgende keer creëren? Als het morgen mag feesten, dan weten we het al wel. En dat blijft nog onder jullie? Dat blijft nog. Ja. Maar geven jullie ook de voorkeur aan een warm gerecht nu? Ja. Ja, dat hadden we sowieso een andere uitdaging weer. Dit was natuurlijk een koud gerecht en dan kunnen we nog meer dingen bedenken ervoor. Dit was een koud kunstje, hè? Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Van harte gefeliciteerd en een heel goed weekend. En volgende gerecht gaan we weer vlammen, of niet? Ja. Nou goed, dames en heren. Dit was de eerste aflevering van het Yummy Yummy project. Als ik het mag zeggen, een geslaagd project. Mijn naam is Jorren. Ik vond het hartstikke leuk om dit te presenteren. Over een maandje alweer, dan komt de volgende aflevering met nieuwe gerechtjes dan. Oeh, dat gaat spannend worden. Tot dan!